Hallo. Heel veel mensen durven hun stem niet te laten horen aan andere mensen. Of willen hun stem niet laten horen aan andere mensen. En heel vaak begint dat omdat ze een groot oordeel hebben over hun eigen stem. Ze zijn niet blij met het gejank dat ze horen. Of ze zijn bang dat mensen een oordeel zouden hebben over hun eigen stem die misschien nog erger is dan hun eigen oordeel. Of als zij het al zo slecht vinden, wat moeten de anderen er dan niet van denken? Wel, uit ervaring, tijdens workshops, retreats, individuele sessies, hebben wij geleerd dat het oordeel van andere mensen altijd veel positiever is dan het oordeel over jezelf. Iedereen kent het verhaal. Als je je eigen stem opneemt met een micro en je luistert ernaar, vind je het altijd een beetje akelig. Terwijl de andere mensen zoiets hebben van, ja, ik vind het prima, het klinkt zoals jij. Wel, op diezelfde manier is het oordeel over jouw stem van andere mensen altijd veel milder dan je eigen oordeel. Sterker nog, mensen zijn heel snel ontroerd als je vanuit hun kwetsbaarheid en hun authenticiteit durft klank maken. En waar dat jij gejank hoort, horen zij iemand die oprecht de stem laat horen zoals die vandaag is. En dat brengt zo'n ontroering met zich mee. Dat is een geschenk voor jezelf en voor die andere persoon. Er zijn ook nog een aantal onbewuste gedachteprocessen die misschien meespelen waarom je je stem niet laat horen aan andere mensen. 1. Omdat je bang bent dat zij emoties zullen horen die je misschien zelf nog niet onder ogen wilt of durft zien. 2. Omdat zij je stem misschien wel mooi vinden en omdat je je eigen oordeel zult moeten loslaten. En 3. Omdat de kwetsbaarheid en de emotionele intimiteit van zo'n moment van het delen van je stem zo intens kan zijn en zo diepgaand dat dat een ervaring is die je misschien nog een beetje voor je uit wilt schuiven. Of 4. Omdat je niet de geschikte persoon vindt waarmee je zo'n intiem moment wilt of kunt of denkt te willen beleven. Dat zijn een aantal onbewuste gedachteprocessen. Dus denk eens na welke van deze gedachteprocessen misschien op jou van toepassing zijn. En alsjeblieft, gun het aan jezelf en aan die andere persoon. En je zal verrast zijn dat het oordeel helemaal niet hetzelfde is als je eigen oordeel. Integendeel, dat je zal geconfronteerd worden met een positief oordeel over je stem, eerder dan een negatief. Doe het.